Sta ik weer eens achter mijn stipjes muur hoor. Yay, feestie! Hoi en welkom bij een nieuwe video. Heb je toevallig stress op het moment? Zit je in een stress voor deadlines of dat je nog steeds niet weet welke studie je moet gaan kiezen? Heb je nu examens of binnenkort tentamens en je weet echt even niet meer hoe je dat gaat redden? Dan heb ik hier 3 tips om te ontstressen, als dat een woord is en anders bestaat het nu. Tip 1. In plaats van je te gaan lopen stressen, kan je beter soms even niks doen. Ga bijvoorbeeld even lekker 10 minuutjes op bed liggen, even oogjes dicht. Moet je er wel voor zorgen dat je niet in slaap valt. Ga even een rondje buiten lopen. Doe even een blokje om met de hond of loop gewoon met je eigen benen zonder hond. Niet dat je met andermans benen kan lopen, maar oké. Kijk bijvoorbeeld een YouTube filmpje van een paar minuten. En een goede tip voor op YouTube is om te rustig te worden. ASMR. Zoek maar gewoon even op YouTube. Heel rustgevend, word je heel chill van. Tip 2. Ga gewoon even lekker een half uur dansen en meezingen op je favoriete muziek. Gewoon even vrij de pasjes eruit laten die je nodig hebt. Werkt voor mij in ieder geval altijd heel erg goed. Gewoon hard meezingen, ook al is het vals. Oké, misschien toch niet. En tip 3, dit is eigenlijk het belangrijkste. Kom erachter waarom je gestrest bent. Heb je iets heel erg lopen uitstellen? Of heb je juist dat je heel bang bent om de verkeerde keuze te maken? Schrijf dit op of bespreek dit met anderen. Want dat kan soms heel erg helpen voor jezelf. Het kan zijn dat je namelijk een patroon tegenkomt. En dan kan je uiteindelijk de stress wegnemen. Want zoals ze altijd zeggen, voorkomen is beter dan genezen. Ik weet eigenlijk niet of dat ook met stress is, maar anders val ik nu wel. Ben je nou te laat begonnen met leren? Klik dan hier voor de video van Jay. En de video van mij van vorige week. En hier kan je nog even abonneren. En dan zie ik jullie graag volgende week weer terug. Bij een nieuwe video. Doei!